Open Club Kampioenschappen vrijdag 30 december bij de ATB Vereniging Oldebroek 2016. Op de derde plaats Bram Meijering. Tweede plaats Niels van der Laan. En Keije Sol is de winnaar geworden in de categorie 8 tot en met 10-jarigen. Ja, Bram, ik zie hier een coureur op klompen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Heb je ook op klompen gefietst? Nee. Nee, dat niet. Bram, wat zeg je? Een keertje. Alleen die de schroefjes die vallen eraf. Ja, dan vallen de schroeven eraf. Nou, het is wel bijzonder. Waar kom je vandaan? Raalte. Oké, is het de eerste keer dat je hier op deze ATB bent gefietst, hè? Nee, alleen met deze Veluwe wintercompetitie. Ah, dan zien we jou natuurlijk ook weer terug. Ja. Ja, en een mooie derde plaats op het podium. In de kerstvakantie nog meer wedstrijden gereden of niet? Nee, volgens mij niet. Nee, gewoon lekker rustig aan gedaan en een hele mooie derde plaats hier op het loo. Niels van der Laan. Ja, Niels, tweede plek. Ook een nieuw gezicht hier. Waar kom jij vandaan? Hilversum. Hilversum helemaal. En dan speciaal naar het loo gekomen. Of zijn jullie op vakantie hier? Nee. Dat kan, hè, want er is hier een vakantiepark heel dichtbij. Terugkijken in 2016. Heb je meer podiumplaatsen behaald? Eigenlijk niet, eigenlijk. Nee. Het is vandaag wel een bijzondere dag voor jou. Ja. Ik ben wel verrast dat je hier op het podium stond. Ging het hard in de wedstrijd of niet? Ja hoor, het ging best hard. Wat vond je van de baan hier op het loo? Ja, ook best goed, ja. Mooie technische baan, een snelle baan. Ja, iemand die we natuurlijk al vaker hier hebben gezien. Keije Sol. Keije proficiat met de eerste plaats tijdens deze Open Club Kampioenschappen. Ja, een mooie opsteker, of niet? Ja. Ja. Ook in de competitie gaat het goed, of niet? Ja. Ja. En vandaag in de wedstrijd, kon je deze twee mannen makkelijk verslaan of was het nog wel zwaar? Ja, het was wel zwaar, maar het lukte toch. Ja, het lukte hartstikke goed en een hele mooie eerste plaats. 7 januari. Zien we jou dan ook weer terug hier in de wintercompetitie? Ja. Ja, we gaan natuurlijk kijken hoe je dan gaat rijden. Nog meer wedstrijden in de kerstvakantie of was dit de allerlaatste wedstrijd? Volgens mij was dit de allerlaatste. Oké, ik zou zeggen jongens, geniet morgen van de jaarwisseling. En volgend jaar zien we jullie weer terug in de ATB-wedstrijden. Bedankt.